Vandaag ga ik een hele lekkere vegetarische couscous maken. Een Marokkaanse couscous. Daar heb ik in ieder geval wortel voor nodig en prei, courgette, aubergine, ui natuurlijk en couscous. Een van de belangrijkste ingrediënten daarin is de ras el hanout, een specerijenmengeling die ik steeds vaker gebruik. Nou weet ik dat dat het beste van de winkel betekent, maar waarom dat nou precies zo is en wat dan precies de samenstelling is, daar ben ik niet helemaal achter. En daarom ga ik naar Marokko om dat eens uit te zoeken. Ik ben aangekomen in Marokko, om precies te zijn in Fes. Dit is de oudste van de vier koningssteden en heeft een hele rijke historie en cultuur. De stad is zelfs 1200 jaar oud. Nou, het hart van de stad is de Medina, oftewel de oude stad. En die ga ik nu ontdekken. Ik start mijn zoektocht naar de lekkerste specerijen in een authentieke souk. Dit is een kleurrijke markt waar locals de meest heerlijke producten aanbieden. De souks liggen allemaal in de zogenaamde Medina van Fes. Medina betekent ook letterlijk oude stad. Het is de allergrootste van Afrika en heeft bijna 10.000 straatjes. En aangezien ik redelijk makkelijk verdwaal, heb ik gevraagd of Abdullah mij er doorheen wil loodsen. Hij is de gids en ik ga hem nu even zoeken. In het prachtige web van souks ga ik op zoek naar de oorsprong van het heerlijke ras el hanout. Oftewel, het beste van de winkel. Hi, Abdullah. Nice to meet you. How are you? How very kind that you will guide me through the souks. We have a lot of souks in Fes, but now we are in the place for the spicy souk. I see. Lots of spices. Yeah. Can you show me something more? Yes. Yeah? Follow me. Thank you. In de souks vind je naast het heerlijke eten en alle specerijen ook artikelen die op traditioneel ambachtelijke wijze zijn gemaakt. Denk aan kleurrijke berbertapijten, aardewerk en allerlei lederen producten. Dit is El Atarin, een winkelstraat van 6 kilometer lang. Het is een beetje de kalfstraat van Fes. Abdullah, where are we now? What now is we are in the center of Medina, of mausoleum, on the founder of the city, Moulay Idris II. So he's the founder of the city, the founder of the old Medina. Yeah. Oh, dit is wel heel bijzonder. Dit is een moskee, maar ook een mausoleum, waar de oprichter van de Medina ligt begraven. In Marokko is de ras el hanout nooit hetzelfde. De winkelier kijkt naar de beste specerij die hij in zijn winkel heeft en maakt vervolgens zijn favoriete blend. Je gebruikt hem in couscous, lamstagines, rund of kip of eigenlijk alles waar je een kruidige warme smaak aan wil geven. Abdullah neemt me mee naar een kruidenwinkel waarvan de eigenaar alles weet over de meest uiteenlopende specerijen. Ik ben bij Galit in zijn winkel en ik ben blij dat hij me vandaag alles wil vertellen over de geheimen van de ras el hanout in Fes. What is specific about the ras el hanout in Fes? Ras el hanout in Fes, there is 24 spices mixed. Like in Marrakech or in Rabat in Casablanca, they make 13 or 15 or 17 here. The typical one, 24 spices. There are some spices in here that are strange to me. Like this one, for example, which looks like a
rock. Not La Rock, but it's called Ghusnam in Arabic. Ghusnam. Ghusnam, yes. And what's this spice? This one, look, it looks like a ginger, but it's not a ginger, no. It's a nebra. Nou, er zitten dus aardig wat specerijen die je in Nederland niet kan vinden. Dus deze kunnen we nooit namaken. Wat ik ook bijzonder vind, rozen zitten erin. Maar ook de meer standaard ingrediënten. Denk aan kruidnagel, gember, witte peper, zwarte peper. Die zitten wel een beetje standaard zo in de ras hanout. I counted all the ingredients. Yes. And there are only 23 here. Rest number 24? But you need one. It's the Spanish fly. The Spanish fly. To make 24. The fly, if we use here, we make 24. So okay? In your ras el hanout is a fly? Fly. Okay. But there is one without fly. Oké, jongens, nou, er moet dus ook nog Spaanse vlieg bij. Dat weten we dan nu ook weer. Met alles wat ik ontdekt heb nu over ras el hanout, wist ik helemaal niet dat er zoveel achter zat. En ik pak hem er even bij. Want Verstegen heeft hij natuurlijk ook. En ik vind eigenlijk dat zij me nu wat meer moeten gaan vertellen over hoe zij de blend maken en hoe ze dat vermalen. Dus daar ga ik eventjes voor langs. Maar nu ben ik nog hier en ik heb deze fantastische ras el hanout van Khalid. Ik heb eigenlijk wel zin om te koken ermee. Op een van de mooiste plekken van Fez in de Medina. En om iets heel bijzonders te doen. Want ik ga namelijk samen met Abdullah een van mijn favoriete Marokkaanse gerechten maken. En dat is een tagine, een zoete tagine met ras el hanout. Shouya, shouya. Shouya, shouya. Shouya, shouya. Shouya, shouya. Put it in, put it in, put it in. Shouya, shouya. This is butter with salt. Salted butter? Yeah. Because this is, you go another taste of the tagine. Yeah. And you always put in the salted butter? Yeah. Okay, dat wist ik dus niet. Dat is voor mij een insider. Ik heb nog nooit gezouten boter in mijn tagine gedaan, maar dat ga ik dus vanaf nu ook doen. Somebody told me one of these days said the Moroccan cuisine has three secrets. One is onions, yes. Second one is onions, and the third one is onions. Onions, yeah. As it's good, the onions is very good for the tagine, and they give the good sauce. Nou, alles zit in de pan. Wij gaan naar de keuken en we zetten hem op het vuur. Ik vroeg hoe lang moet hij nou koken, want ik had echt een paar uur in mijn hoofd. Normaal, zeker wel een uur of twee. Maar ook hier hebben ze gewoon een pressure cooker, oftewel een snelkookpan. En dan duurt het maar 35 minuten. Dus ik ben benieuwd. Als het vlees in de pan aan het pruttelen is, voeg ik een flinke kom honing uit het Atlasgebergte toe. Door de specifieke ligging heeft deze honing een uitgesproken kruidige smaak. Nou, inmiddels is het avond en de moerazia, zoals ze dat hier noemen in Fez, die heeft 45 minuten op het vuur gestaan, terwijl wij genoten hebben van een prachtige zonsondergang. Maar we zijn er nog niet. Bigas, Abdullah, there's one last thing we need to do with the moerazia. And what is that? Now we finish cooking for this tagine. This you make the decoration with the amma. Like this or a little bit more? A little bit more. A little bit more. Yeah. En jongens, dit recept komt op mijn blog. Ik ga proberen om de hoeveelheden voor jullie een beetje in kaart te brengen. Maar doe het een beetje met je hart. Een beetje van dit, een beetje van dat. En dan komt het echt wel goed. Ik vond het een fantastische ervaring om helemaal naar de oorsprong van ras el hanout te reizen. En daar te ontdekken wat de samenstelling is van dit bijzondere specerijenmengsel. Het draagt wat mij betreft terecht de naam het beste van de winkel. Maar waar ik nog wel benieuwd naar ben, gebruikt Verstegen ook het beste van de winkel? In Nederland heb ik afgesproken met Michiel van Verstegen. Hij gaat mij vertellen hoe ze hier de ras el hanout hebben samengesteld. Hey Michiel. Hoi. Ik kom net terug uit Marokko met een hele schaal specerij. Nee, grapje, het zijn natuurlijk jullie specerijen. En ik heb wat vragen voor jou, maar eerst wil ik graag weten, wat doe jij precies voor Verstegen?
Ik werk al 11 jaar bij Verstegen als productontwikkelaar. En het afgelopen half jaar ben ik onderdeel geworden van het innovatieteam. En waar is het de hele wereld over om inspiratie op te halen. Een beetje zoals ik heb gedaan. Ja. Ja, bedankt. Michiel, ik heb in Ves heb ik met 24 ingrediënten ras al hanout gemaakt. Maar die is anders dan hoe jullie het hier in Nederland maken. Ja. En ik ben heel benieuwd, hoe doet Verstegen dat? Kun jij mij dat laten zien? Ja. Want wat heb ik hier allemaal staan? Je hebt hier staan kurkuma, ja. Paprika, witte peper, gember, komijnzaad, kaneel, zoethout, kardemom en korianderzaad. Zullen we gaan blenden dan? Absoluut. Pak ik even de verpakking erbij, dan kan ik even controleren of je werk goed doet. Ja? Wij malen en mengen hier alles. Malen en mengen. Je bent aardig lang aan het roeren. Je zegt in de werkelijkheid ben je nog langer bezig. Waarom precies? Nou, specerijen die bevatten veel etherische oliën. En we hebben nu een blend gemaakt. Dus door het mengen krijg ik wat wrijvingswarmte in mijn kom. Ja. En de etherische olie die in de specerijen zit, die komen daar een klein beetje door los. Dat is ook een goede tip voor thuis. Als je dus je eigen blend wil maken, dat je even een beetje door moet roeren. Ja. En eigenlijk is die een paar dagen later het lekkerst. Origineel doe je natuurlijk specerijenmengsels maken in een vijzel. Ja. Dan pak je de hele specerijen die je dan roostert. En dan ga je wrijven en dan stop je ze ook dezelfde wrijvingswarmte erin. Hebben jullie hier dan een mega vijzel staat of hoe zit dat? Nee, die techniek is in de loop der jaren wel wat verbeterd. Ja. Dus wij malen alles in een grote maalmachine. Oké, maar dat gebeurt dus allemaal hier? Allemaal hier. Ja. Oké, nou, dat wil ik eigenlijk zo even zien. Kun je me rondleiden? We gaan kijken. Ja? Ja. Oké. Sinds de oprichting in 1886 haalt Verstegen uit alle uithoeken van de wereld de lekkerste en beste kruiden en specerijen naar Rotterdam. Al ruim 130 jaar met voedselveiligheid, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen als basis. Ik heb een mooi potje gemalen koriander voor jou gekregen. Ja. Hoe zit dat met dat malen? Nou, wij halen alles heel vanaf de oorsprong en dan maken we het hier schoon en gaan we het malen. Oké, dus ook dat gebeurt gewoon allemaal hier in jullie eigen fabriek? Allemaal in onze eigen fabriek. Koriander wordt gemalen van korianderzaad. Ik heb begrepen dat ik dat ook in Marokko kan vinden. Ja. Dus ik ga maar eens op zoek, denk ik, hoe dat zit. Hartstikke leuk. Neem me wat lekker mee terug. Ga ik doen. Mijn reis zit er dus nog niet op. En dat vind ik stiekem helemaal niet erg. In de volgende aflevering ga ik op zoek naar de oorsprong van korianderzaad. Ga je met me mee? Kijk volgende week naar een nieuwe aflevering van Spice Trail, waarin ik op zoek ga naar de oorsprong van korianderzaad.